die weten ook allemaal donders goed wat er speelt. Dus die zien ook weer het geen ondersteuning krijgen, het geen hulp krijgen. Politie die zogenaamd dom is dan. Of ze zijn echt dom, hè? Dat ken natuurlijk ook. Maar die gaan dan dus hier omhoog. Waar het al begint met dat ik niet moet liegen. Dus klaar met het, al dat gelieg van jou. Terwijl ik kaart gewoon aan waar ik doorheen ga. En dat ik dan ook de mensen beticht die met die dingen bezig zijn. En uiteindelijk dat ik denk, nou ik ga niet weer dat Clio 10 dagen niet thuis is. En dat ik door heb dat ze gewoon aan het zeuren is voor eten daar dan. Dat ik dus ook gewoon eventjes op het door heb. En dat ze eventjes tussen de schutting van boven doorkomt. En ik zie er echt zo met haar tong. Dat is een trekkie wat ze doet als ze net gegeten heb. Dat ik denk, wat? Is ze gewoon weer eten aan het geven? Terwijl ze weet, de video's die ik maak, dat ik die shit niet wil hebben. Ook gewoon uitleg. Als ze die katten eten geven, dan hebben ze niet de dwang om naar huis toe te komen. Hè? Dan hebben ze niet de honger. Ik denk, doei. Dat ik op het muurtje ben geklopt. Dus op het balkon kon kijken en gewoon zie, gewoon eten neergelegd. En dat ik toen ook denk, nou ben ik klaar mee, nou ga ik gewoon verhalen halen. En hoe ik dan boven kom, ik had mijn telefoon in mijn hand. Ik was eerst echt gewoon, ik zou er bijna, echt gewoon een slang en schorpioen, dan moet je vertrappen. En zeker als je autoriteit daarover krijgt ook. We hebben ook weer de wet hier. Dus doe maar gewoon de camera erbovenop en confronteren. En de eerste 40 mensen die video gezien hebben, zat die bleu niet op. En dan kan je echt gewoon aan de gezichtsuitdrukkingen zien. En aan de houding en aan wat ze allemaal aan het vertellen is. Dat die, en dan doen alsof ik niet voor mijn katten zorg. Terwijl ik gewoon weet, alles en iedereen wat hier binnen is geweest en al die buren ook donders goed. En weten dat ik gewoon blije katten heb. Maar dan gaat de politie dus naar boven toe. Nou ben ik ben echt helemaal klaar mee. Terwijl daarvoor was het allemaal leuk waar ik doorheen ging. Gewoon weten en waar ik over praat. En eigenlijk ook gewoon kunnen zien hoe er gehandeld wordt. Die kent mij gewoon vanaf de basisschool. Ik weet niet, moest ik wat aan haar hebben. Maar ik heb gewoon aan niemand wat gehad. En iedereen die vond het wel leuk of zo. En wou mij de gezin laten stikken. En ze is gewoon bewust die katten voer gaan geven. Maar dat was de druppel, want ik had haar bedreigd met de dood. Met een baksteen. Ja, nou ben ik echt klaar mee. Terwijl, als je goed naar die video luistert, dan zeg ik gewoon, daar waar ze mee bezig is. Dus, het is gewoon alsof ze er naar op zoek is, dat ik boos kom doen. En naar op zoek of zo. Dat het misschien wel, dat ik wel helemaal klaar mee ben en een baksteen gooi. Maar ik blijf sowieso bij het licht. Ik ga wetten niet overtreden. Maar zou bijna zeggen, die baksteen die krijgen ze daar niet door de ramen. Maar die krijgen ze gewoon op de hoofd. Die verdient gewoon de dood. Ik weet van een heleboel mensen als die hier doorheen waren gegaan. En er zijn meerdere mensen die zijn door deze spelletjes heen gegaan. En dan was er wel een agressie ontstaan. En dan zou er wel gestraft worden. Want dat is gewoon wat het verdient. En ik zie dan de autoriteiten die God me heeft gegeven. Dus ik mag schorpioenen en slangen, die mag ik vertrappen. En dan ga je ergens al... oktober 2020 begon al die onzin. Ergens eind... En ergens, weet ik veel, misschien december 2021 was het voor mij wel duidelijk. Ben ik elke keer, alles wat er tot me komt, ben ik aan het benoemen. Elke vorm van communicatie die tot me komt, gooi ik openbaar en ben ik aan het delen.
Dus toen heb ik haar ook gewoon online gegooid. Dat zei ik al. En dan 2 dagen later, wanneer ze online staat, en zodat andere mensen die mij en haar kennen, ook gewoon zien van, wow, dit klopt echt niet. Die is echt niet veranderd. En die mensen weten ook wie of wat ik ben. En wat ze er dan van vinden dat ik de dingen online aan het doen ben. Wat ze er ook van vinden. Hey, ik wacht tot het zich fysiek bewijst. Maar het bewijst zich elke keer fysiek. Dus het is voor mij pittig accuraat. Maar dat ik vanochtend wakker werd, dacht ik, politie is ook niet dom. En er zitten een paar mensen die kunnen echt goed liegen, goed acteren. Maar daar is deze hier boven mij, is daar echt niet eentje van. En een jaar lang, en nu nog een paar maanden erbij. Dus elke keer de katten lokken en dan niet snappen. Dat Clio dus nog steeds elke keer naar boven toe gaat. En dan kan zij zogenaamd het balkon niet op, want ze is bang dat Clio weer komt en komt zeuren. Terwijl ik heb na al een paar keer dat ik eventjes buiten in het zonnetje zit. En dat ik gewoon zie dat zij ook op het balkon zit. Dus er is weer gewoon liegen. Politie. Nou, als ze niet. Ze zijn niet dom, ze zijn corrupt. Maar zo dom kunnen ze ook niet zijn. Dus dit is gewoon weer de zoveelste keer dat er dan politie aan de deur is gekomen. Waarbij voor hun al een heleboel duidelijk zou moeten zijn. Ze had toch een soort van onderzoek moeten doen. En dan kunnen ze wel dingen niet willen geloven waar ik over... Ja, dat is jouw waarheid. Ik ben de waarheid. Met een roddel aan het verspreiden. Een vals beeld aan het schetsen. En het moment dat het bij hun neergelegd kan worden. Zoals het. Spelletje spelen met mijn katten. Voeding geven. Waar ik het al een paar keer heb aangekaart. Katten zijn mijn verantwoordelijkheid. Wil je met mijn spelletje spelen? Of wat bij mij hoort. Mijn katten. Dan kaart ik dat ook gewoon aan. Benoem ik dat ook gewoon. Heel simpel. Dus... Het is er na vissen, het is er na vragen. Maar politie kan niet zo dom zijn. Dus als dat voor de rechter moet komen. Het is echt instanties, instellingen. Ze zijn zichzelf allemaal zo voor schut aan het zetten. Als zometeen echt de waarheid aan het licht komt. En daarmee alles wat wel betrokken wou zijn. En het is voor mij echt, of je nou een dader bent, schuldig bent of een of andere getuige die aan het zwijgen is. En of je nou geld hebt gekregen om te zwijgen, geld hebt gekregen om mee te doen. Of dat je gewoon een haat, een afgunst, een of andere envy hebt. Dus ik ben heel blij dat we dat internet hebben. Heel blij de cameraatjes, dat alles op internet geplaatst kan worden. En ik ben voor niemand van plan een blad voor mijn mond te nemen. Mijn mond te laten snoeren. Voor niemand.